Was dit in de categorie lastige? Was dit in de categorie lastige hobbels? Ja, dat nou, dat wisten we van tevoren. Een rode dat zich goed had geprepareerd voor die eerste thuiswedstrijd. En dan weet je dat het een hele moeilijke, lastige wedstrijd is. Dat is, ja, per definitie is dat hier. En, ja, hier struikelen bijvoorbeeld Ajax. Hier heeft ook Twente een hele moeizame wedstrijd gespeeld. En ik denk dat wij zeker de eerste helft tegen een goed spelend Roda het heel moeilijk hebben gehad. Ja. Maar zegt het toch iets dat de ploeg dan niet struikelt? Ja, misschien wel. En het heeft waarschijnlijk ook te maken dat, dus zeg maar dat we na rust hier en daar wat reparaties aanbrengen. En dan zie je namelijk een heel ander PSV. En dan moet je eigenlijk die 1-0, qua kansenverhouding ook wel verdient dat je die vlak voor rust maakt. Maar die moet je dan eigenlijk omzetten in 2-0. En dan wordt zijn wedstrijd wel makkelijker, ja. Was dat dan in de eerste helft? Waarom kregen ze het niet aan de praat? Ja, ik had het gevoel dat we waren ontzettend slordig bij balbezit. En we beginnen daar al, de eerste twee of drie pasen, die leveren zo bij de tegenstander in. Ja, dan krijg je zo'n gevoel. Maar de tegenstander krijgt ook het gevoel van, hier valt dat te halen. Nou, en dat moeten we proberen in te dammen. En dan is er gelukkig een minuut blessuretijd met een scherpe spits. Ja, dat moet ik wel zeggen. Daar zat Danny ontzettend goed bij. En ik moet ook zeggen, ja, dat past ook een beetje bij Manolev, bij Stani. Ja, die schiet dan uit een hoek wat eigenlijk helemaal niet past. Ja. En dan komt die bal terug en dan is het 1-0. En ja, dat gaf wel een goed gevoel in de rust in ieder geval. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar in de kleedkamer? Nou, wat ik in de kleedkamer kan vertellen, hou ik het liefst altijd voor me. Maar in de algemene zin? In de algemene zin, De gebruikelijke tactische dingen. En dat is wat Simons Toivonen is dan dat setje wat je nodig hebt? Nou ja, ik had het gevoel dat we meer, meer balbezit moesten hebben. En daar speelde in deze bezetting gaf dat meer en beter een gevoel. Ja. En dit geeft al met al vertrouwen in die weken waarin je nu zit, hè? Ja, kijk, we gaan vanaf de eerste dag gaan we er vol in met hele lastige uitwedstrijden. Nou, twee uitwedstrijden. En dat gaat, dat stroomt eigenlijk zomaar door in de komende periodes. En we hebben tegen elkaar gezegd, we laten nou leven van wedstrijd tot wedstrijd. En deze weer weg en nu wacht NEC weer. En dat is een thuiswedstrijd en we willen thuis graag de baas zijn. En, tegen een NEC, dat moet ik ook zeggen, dat de laatste tijd, zeg maar voor de winst, na de trainerswissel, kun je wel zien dat daar een stukje stabiliteit in is gekomen. Maar hoe dan ook, zal iedereen roepen, ze zijn weer koploper in de zetel naar wie weet waar het naartoe gaat. Ja, en dat begrijp ik ook wel. Maar wij willen toch wel iets anders erin staan. In de zin van wedstrijd tot wedstrijd beleven. En het seizoen duurt nog heel lang en dat weten we allemaal. En als je in de top bent, dan balanceer je eigenlijk altijd weer op het randje van naar boven of je dondert naar beneden. Dat zijn nu eenmaal de feiten die in het verleden ook altijd zijn gebeurd.